Het is een goed teken dat Huizinga in de finale staat van het EK. Hier gaat Mammadov op de zij. Yuko. Yuko voor Huizinga. Hier de aanval Uchimata van Huizinga. Geen score. Grondgevecht. Hij sleept Mammadov weer het speelveld in. Draait hem nu om. Probeert die arm te pakken voor een armoverstrekking. En het is Maté. Dan komt hij goed weg. Ja, de scheidsrechter heeft Maté gegeven. Komt hij goed weg. Dit zou een houtgreep zijn geweest voor de man uit Azerbeidzjan. Vandaar het gefluit. Maar de scheidsrechter had al Maté gezegd. Kijk hier het onbegrip van de bondscoach uit Azerbeidzjan. Been vast, Katakaruma, tiltechniek. Een Koka. Nee, zeggen de scheidsrechters op de stoelen. Een Yuko. Dus er komt een Yuko bij voor Huizinga. Die nu deze partij makkelijk uitrommelt. Kijk maar, hij kijkt naar de klok. 10 seconden nog. Als dat been losgaat, dan wordt het ook nog een houtgreep. Dat been moet er tussenuit. Maar 3, 2, 1. Daar is de bel. En hij is Europees kampioen. Mark Huizinga. Na 96, 97, 98 en 2001 is hij voor de 5e keer Europees kampioen. Mark Huizinga, en dat belooft wat voor de Olympische Spelen. Wat een mooie opsteker in dit jaar voor Mark Huizinga. Hij is dus Europees kampioen. Geweldig.